veel docenten en onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen kijken over de grenzen van de faculteit heen. Ze zoeken actief het contact met de samenleving op, door middel van het schrijven van blogs, het maken van podcasts of het geven van publiekslezingen. Of ze zoeken samenwerking met niet-academische partners, om zo de maatschappelijke impact van onderzoek of onderwijs te vergroten. Elk jaar zit de faculteit één van hen in het zonnetje, door middel van het uitreiken van de facultaire impactprijs. Nadine Akkerman. De commissie ziet in Nadine Akkerman een echte ambassadeur voor de geesteswetenschappen. Haar onderzoeksfocus leent zich goed voor wetenschapscommunicatie, maar heeft ook impact op de manier waarop er binnen de wetenschap naar de geschiedenis wordt gekeken. Het Center for the Study of Islam and Society. De commissie vindt de activiteiten van het LUCIS, die gericht zijn op het aangaan van het gesprek met de burger over de rol van de islam in de samenleving, zeer divers en erg indrukwekkend. Daarnaast acht zij de platformfunctie van LUCIS zeer waardevol. Peter Burger. De impact van het onderzoek van Peter Burger en zijn collega Alexander Pleiter is zeer concreet, aantoonbaar en van groot belang in de huidige tijd van fake news en alternatieve feiten. Daarnaast waardeert de commissie dat Peter studenten intensief betrekt bij zijn activiteiten. Elisabeth den Hartog. De commissie is onder de indruk van de manier waarop zij haar onderzoek naar de middeleeuwen vertaalt naar de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast waardeert de commissie zeer dat Elisabeth een echte teamspeler is. Peter, gefeliciteerd met de facultaire impactprijs 2020. Dankjewel, dankjewel. Peter, je wint deze prijs niet alleen voor je werk in het afgelopen jaar, maar voor je enorme track record op het gebied van fact-check, zeker ook met je collega Alexander Pleiter. Je hebt dat echt op de kaart gezet en je hebt een enorme maatschappelijke impact met jullie werk. En het checken van feiten en uitspraken van niet alleen maar politici, journalisten, maar misschien ook wel zelfs je collega's. Dus daar zijn we enorm van onder de indruk en we hopen dat jullie nog heel lang met het goede werk door kunnen gaan. Dankjewel, dat zijn we zeker van plan. Ik ben ontzettend blij dat ik de impactprijs heb gekregen van de faculteit. Het is een enorme eer. Het is geweldig dat het gewaardeerd wordt dat je als wetenschapper de universiteit uitgaat en de maatschappij in. Praten met journalisten, optreden voor schoolklassen, op ambassades en op andere plekken. Ik kan dit soort dingen niet in mijn eentje doen. Dus ik beschouw die prijs ook als een enorme waardering voor met name mijn collega Alexander Pleiter, met wie ik meer dan 10 jaar geleden dat factcheckproject Nieuwscheckers ben begonnen. En ook voor de andere collega's met wie ik binnen de faculteit en buiten de faculteit samenwerk. Ik vind het ook ontzettend goed dat de faculteit en de universiteit op deze manier wetenschappers aanmoedigen om zich buiten de muren van de universiteit te wagen. Ik wil ook de gelegenheid wel even aangrijpen voor een klein puntje van kritiek. Dus 2 hoeraatjes, maar geen 3. Het rare is namelijk dat wij dit werk allemaal in onze eigen tijd moeten doen. Valoriseren hoort, net als besturen, onderwijs geven, onderzoek doen, bij de taken die gewoon in onze functieopschrijving staan. Maar we worden er niet voor betaald. Dus het is ook mijn harte wens dat dat dit jaar wordt rechtgezet. En dan doen we dat werk met nog meer plezier, want dat blijven we echt wel doen.